The Dancer 5, A Marine Mammal Invoking Higher Spirits van Marguerite Moe is te zien op het strand van Blankenbergen. Marguerite Moe is een Franse kunstenares die woont in Londen en reeds lange tijd geïnteresseerd is in klimaatopwarming. En specifiek is ze eigenlijk geïnteresseerd in wat die klimaatopwarming doet bij dieren. Een van de theorieën waar zij mee aan de slag is gegaan, die zegt dat dieren een soort van spirituele ervaring krijgen in deze periode van klimaatopwarming. En zij heeft eigenlijk daar een verbeelding aan vastgebonden. Zij heeft een serie van dieren uitgewerkt en wij tonen daar eentje van, nummer 5. En als je die dieren ziet, dat is een zeer interessante vorm. Het is een soort van organische vorm, maar er is absoluut geen bekend dier in te herkennen. Het voelen zo aan als zeer futuristische diersoorten die zowel kunnen komen van een heel ver verleden als van een heel verre toekomst. Deze serie van dieren staan eigenlijk symbool voor de ecologische staat van de wereld vandaag.